Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianentoren en Koninklijke Burgers Zoo. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Hiel de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met u en Julia. Meneer Kaasschaaf, word wakker! Meneer Kaasschaaf heeft zich vast verslapen. Dat gebeurt hem nooit. Nee, hij is altijd stipt op tijd. Meneer Kaasschaaf, doe open. Meneer Kaasschaaf, het park gaat zo open. Oh, hemeltje, helemaal verslapen. Dat komt vast door mijn nieuwe kussen. Ik kom er zo aan. Hup, aan het werk iedereen. Ja. Heb ik zo lang geslapen? Hoe kan dat nou toch? Oh, maar het was ook zo'n mooie droom. Dit was de eerste keer dat meneer Kaasschaaf zich heeft verslapen. Gelukkig was hij net op tijd wakker. Wat moeten we toch zonder hem? Dus die Kaasschaaf heeft zich verslapen. Ja, gelukkig was die slaapmuts wel net op tijd wakker om dat park te openen. Maar dat is het. Wat ben jij briljant. Wie? Jazeker. Kijk, als die Kaasschaaf nou voor eens en voor altijd blijft slapen. Oh ja, net als door doosje. Dan kunnen wij voortaan het park openen. Ja, wel jammer dat hij nu nog wakker is. Ach, maar dat duurt niet lang meer. Kom mee. Ja. Zo, met deze nieuwe wekker zal ik me nooit meer verslapen. Met toeter en zwaailamp. Nou, klinkt overtuigend. Eens even testen of dat hij het doet. Ja, dat moet wel lukken, denk ik. Ach, heren, waar kan ik u mee helpen? Wij zijn op zoek naar dit. Ja. De prikte snurkus. Beter bekend als de slaapmug. Daar willen we er eentje van. Ja, u weet dat dit diertje heel gevaarlijk is. Eén prik van dit beestje en je valt in een diepe, diepe, diepe slaap. Dat is ook precies wat wij nodig hebben. Juist. Baas, een slaapmug? Maar mag ik dan misschien zo'n konijntje? Stom konijn, kijk, wij laten die mug straks los in het park. En dan komt hij bij Kaas. Kijk dus aan, de Prictus snurkus. Oh, kijk eens. En wat eet hij? Brokjes of worteltjes of zo? Bijna goed. Hij is dol op banaan. Dus wees voorzichtig. Ja? Nou, hartelijk bedankt, hè, meneertje. Ja, Snuffy. Kijk eens. Als dat maar goed gaat. Nou, dat ziet er niet verkeerd uit. Al zeg ik het zelf. Goedemorgen, mevrouw Suikerspin. Ik schrok me een hoedje. Heeft u alweer een nieuwe smaak? Een nieuwe smaak? Ja, voor een suikerspin. Ja. Ach, ik zou vandaag een nieuwe suikerspin gaan maken. Ja. Ik ga er gelijk even over nadenken. Oh, wat lekker zeg. We zijn benieuwd. Komen jullie vanmiddag maar proeven, hè? Dan zijn de suikerspinnen wel klaar. Oh, te gek. Met meneer Kaasschaaf, zegt u het maar. Bananen? Maar ik heb helemaal geen bananen besteld. Wat zegt u? Ze staan al bij het hek. Oh, nou, fijn. U wordt bedankt. Ja, dag. Bananen? Heb ik bananen besteld? Nou, volgens mij moet ik toch iets vroeger naar bed gaan. Hé, baas.
waarom moesten we nou al die bananen meenemen? Nou, heb jij niet gehoord wat die verkoper van die mug zei? Nou ja, dat die gevaarlijk is. En als die je prikt, word je nooit meer wakker. Ja, dat ook. Maar ook dat die mug gek is op bananen. Dus als die domme directeur straks in de weer is met al deze bananen, dan komt die mug daarop af. En dan... prik! En dan valt die domme kaasschaaf in een diepe slaap. En dan worden wij de baas van de toren. Misschien moet ik die bananen aan de dierentuin geven. Ja, die apen die zijn er natuurlijk dol op. Ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten. Ik heb het! Ik heb het! Wat? Wat heeft u? De nieuwe smaak van mijn suikerspin. En dat is? Bananensmaak. Niet. Wel. Niet waar. Wel waar. Oh, u bent geweldig. Nou ben ik eindelijk van al die bananen af. Hoe? U heeft al bananen? Ja. Nou, op de een of andere vreemde manier heb ik bananen besteld, zonder dat ik het zelf wist. U heeft vast over mij gedroomd. Hup aan het werk, hè? Ja. Bedankt voor de bananen. Ja, nou, ik kom zo wel even proeven. Ja, dan vraag ik Jules en Julia of ze me even willen helpen met het tillen van de dozen. Ik ga haar wel missen, baas. Wie? Nou, Prikkie. Wat? Wie is nou weer Prikkie? Ons muggetje. Ja, ze luistert altijd zo goed. Ja. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Goed zo. Oliebol, die mug die moet toch niet zitten? Die moet vliegen en prikken. Nou, kom op. Open die pot, vlieg en prik die domme directeur. Oh ja. Nou, doe maar, Prikkie. Dag, Prikkie. Oh, wat een goed idee van u. Bananensmaak. En? Zijn ze gelukt? Mevrouw Suikerspin? Wat is er gebeurd? Ze slaapt! Wakker worden! Ze wordt niet wakker! Mevrouw Suikerspin, word nou toch wakker! Kijk, in de nek! Wat is dat? Een muggenbult? Ze is geprikt door een mug! Maar daar word je toch niet zo moe van? Ik ben ook wel eens geprikt door een mug, maar toen viel ik niet in slaap. Nee, dan krijg je alleen een beetje jeuk. Ja. Er is hier iets heel vreemds aan de hand. Ja. Baas? Ja. Heeft ze de verkeerde geprikt soms? Ach, nou ligt die suikerspin in Dromeland in plaats van die domme directeur. Ach, wat een stomme mug. Nou, daar kan Prikkie toch ook niks aan doen? Maar we moeten ervoor zorgen dat die directeur wordt geprikt. Ja, en die muizen. En dan gaat iedereen slapen. Maar dat is helemaal nog niet zo'n slecht idee. Oh nee? Maar waar is die mug eigenlijk? Nou, Prikkie. En jij gaat straks iedereen prikken en dan valt iedereen in slaap. Voorzichtig, voorzichtig. Straks prikt dat beest jou nog. Kom op, hè. We gaan de zusjes van dat beest halen. Misschien moet u mevrouw Suikerspin wel wakker kussen. Dat denk ik ook, ja. Ik bedoel, denken jullie echt? Werkelijk? Ja. Ik? Ja. Nou... goed, dan gaan we het een keer proberen, hè? Ja. Hoe krijgen we mevrouw
suikerspin nou wakker? Oh, wacht eens even. Ik heb voor mezelf een nieuwe wekker gekocht. Daar krijg je zelfs een egel nog mee uit zijn winterslaap. Ik ga hem meteen halen. Goed idee. Ja. Kijkt u eens. Driemaal de snurkers prikt dus. En jullie weten het, hè? Wees voorzichtig. Het is hopeloos. Ja, we moeten de dokter bellen. Goed idee, Huul. Hopelijk wordt ze snel weer wakker. Ja, dag, dokter. U spreekt met meneer Kaasgraaf. Ja, van het pretpark. Ik heb een heel groot probleem. Nou ja, ik... mevrouw Suikerspin... Ze is geprikt door een mug en nu is ze niet meer wakker te krijgen. Ja, een muggenbult in de nek. Of ze een banaan had? Nee. Meneer Kaasgraaf, ze was wel bezig om bananensuikerspinnen te maken. Ja. Oh ja, ze was wel bezig met bananen. Hoezo? Gevaarlijk? Huh? Wat bedoelt u? De prikte snurkes, ook wel bekend als de slaapmug... En is er een medicijn? Oh, fijn. En waar kan ik die dan halen? Wat? Maar één, zegt u? Dank u wel. En? Wat is er aan de hand? Ze is geprikt door een slaapmug. Oh, nee. Er is een medicijn om haar wakker te krijgen. Het is een plant. De Wakkawarda-plant. Waar kunnen we die kopen? Hij groeit alleen in de jungle. In de jungle? Ja, en het ergste is... Ja? Er groeit maar één Wakkawarda-plant in de hele jungle. Er zit niets anders op. We moeten mevrouw Suikerspin wakker zien te krijgen. Pak jullie koffers. Huh? We gaan naar de jungle. Naar de jungle. Ze gaan dus naar de jungle. En waarom? Nou, omdat daar een plantje groeit dat mevrouw Suikerspin kan wakker maken. En daar is er maar eentje van. Nou ja, nou baas, dan gaan ze vast en zeker naar de jungle. Ja, dat zeg ik toch. En wij gaan met ze mee. Naar de jungle? Ja. Waarom? Nou... Als wij dat plantje eerder te pakken krijgen, dan wordt mevrouw Suikerspin nooit meer wakker. Maar baas, en Prikkie dan? Ach, die muggen die laten we hier. Ja, ja, want als die twee muizen en die kaasgraaf weer met lege handen terugkomen, nou, dan staat er nog wat te wachten. Zet die pot ondertussen maar in het suikerspinhuisje. Daar komt voorlopig toch niemand. Nou, kom mee, hè. Ja. Koffers pakken. Dat gaat toch altijd sneller dan je denkt, hè, zo'n vliegtuig? Ja. Voor je het weet zit je aan de andere kant van de wereld. Ja. In de jungle. Nou, laten we maar gauw gaan slapen, want ik heb me laten vertellen dat het hier snel donker wordt. En morgen zoeken wij de Wakkawarda-plant. Morgen. Vinden wij die Wakkawarda-plant als eerste? En dan hebben zij lekker pech. Ja, dan hebben zij pech. Hé, hey, lach dan. Mijn baas, ik mis Prikkie zo. Die zien we snel genoeg terug. Echt? En die twee muizen en die kaasschaaf ook. Zo, heerlijk geslapen. Ja, wij ook. Mooi, want dan kunnen we met frisse moed op zoek naar de plant. Hoe weet
weten we eigenlijk hoe die wakker worden plant eruit ziet? Heel simpel. Hierin staan alle planten die groeien in de jungle. Wat slim van u. Kijk, dat is hem. De wakker worden plant. Die plant maakt mevrouw Suikerspin weer wakker. Dat is wat de dokter zei. Maar waar groeit die plant eigenlijk? Hier staat de Wakkawordius viridis, beter bekend als de Wakkawordaplant, groeit in de jungle op donkere en vochtige plekken. Donkere, vochtige plekken. Niet bepaald een plek waar ik zou willen groeien. Dag, waar in de jungle is het donker en vochtig? Waar het donker is, schijnt de zon niet. Maar wacht eens. Dat is de eerste slimme opmerking die ik van jou gehoord heb. Ach, wat goed van je. Nou, dank je wel, baas. Nou, kom mee. We moeten naar een plek waar de zon niet schijnt. Zeg, sinds wanneer bepaal jij wat we gaan doen? Oh, wat slim van jou, Jules, om in de grotten te gaan zoeken. Ja. Hier is het altijd donker. Hier groeit geen één plant. Hier ook niet. Hier ook niet. Hé, verdorie. Laat dat boek nog eens zien, meneer Kaasschaaf. Ja. Hier. De Wakkawordaplant groeit in de jungle op donkere en vochtige plekken. Julia, vochtige plekken? Mm-hmm. In het water. Ja. Vochtiger en natter dan dat kan bijna niet. Er stroomt hier in de buurt ergens een riviertje. Laten we snel daar gaan kijken. Goed idee. Ja. Hoe zou het eigenlijk met mevrouw Suikerspin gaan? Is dit hem? Ach, wel nee, dit is een gerbera. Die bloeit en groeit overal. Oh. Oh! Hé, hey, kijk eens, baas! Huh? Is dit hem dan? Ach, wel nee, hè. Dat was een tulp. Oh! Oh! Ja! Dit is hem! De Wakkawordieplant! Och, met een stuk mos krijg je toch helemaal niemand wakker, oliebol? Oh, maar hoe, ik weet toch niet hoe dat ding eruit ziet? Och, wij moeten dat boek zien te vinden. En ik weet al hoe. Nee, ik weet hoe. Dat weet je helemaal niet. Oh, nee! Nee! Oh. Wij gaan ons vermommen. Wat zijn we nu, baas? Ach, wij zijn gidsen. Huh? Ja, wij doen net alsof wij alles weten over de jungle. Ja. En zodra wij dat boek te pakken hebben, dan vinden wij dat plantje gemakkelijk en kunnen wij terug naar de toren. Ja. En naar Prikkie. Ja, natuurlijk. En naar die muggen. Hè. Want als die kaasschaaf en die twee muizen met lege handen terugkomen, dan staan die muggen natuurlijk te trappelen om ze in slaap te prikken. En dan worden wij de baas van het park. Prachtig! Wow, dit is de mooiste waterval die ik ooit gezien heb. En jongens, kijk daar, achter de waterval. Daar is het donker. Oh, kijk! Warempel! Daar is de Wakkawordaplant! Ja! Mevrouw Suikerspin is gered! Jippie! Maar hoe moeten we daar dan komen? Kunnen wij misschien iets voor u betekenen? Jo, wij zijn de boer! Wij zijn de boer! Boer, 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 boer
Voorspoortschutsen! Ja, wij kennen ieder plekje van de jungle. Ja. Oh, nou, dat komt er goed uit, want wij zijn op zoek naar de wakkerwordenplant. Hè? Huh? Wij ook? Wij ook, ja. Wij geven ze namelijk iedere dag water. Dat lijkt me niet nodig, toch? Onder een waterval. Nou, maar soms is het water op. Ja, dan stroomt er geen water meer. Maar vertel eens, waar hebben jullie die plant gevonden? Daar! Nou, wij halen hem wel even voor jullie, hoor. Oh, dank u wel. Ja. Nou, wat vriendelijk van die gidsen, zeg. Toch vind ik het een beetje vreemd. Ja, want waarom zouden ze een plant gaan plukken die ze elke dag water geven? Ja, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat mevrouw Suikerspin bijna is gered. Nou, nu is het plantje in ieder geval vochtig. Dankjewel, gidsen. Ja. Huh? Waar zijn ze nou? Zijn ze nou verdwenen? Waar zijn die gidsen gebleven? Geen idee. En belangrijker nog, waar is de wakkerwordenplant? Ja. Wat moeten we nou doen? De wakkerwordenplant was het enige medicijn om mevrouw Suikerspin mee wakker te maken. Nu wordt ze nooit meer wakker. Wat verschrikkelijk. Ja. We moeten de gidsen vinden. En snel een beetje. Ja, die kant op. Oké. Mevrouw Suikerspin, we gaan u redden. Hoe dan ook. We hebben hem. Ja, en nu wordt mevrouw Suikerspin nooit meer wakker. Baas, en Prikkie? Als wij straks terug zijn in de Julianatoren, dan laten we die muggen vrij. En die mogen dan die twee muizen en meneer Kaasgraaf een prikje geven. Oh, en dan zullen zij ook gaan slapen. Ja, en dan worden wij eindelijk de baas. Jij en ik. En Prikkie. Ja, en Prikkie. Maar dat zijn... De boeven! Ik vond het al hele vreemde gidsen. Ja. Maar dat betekent dus dat zij ervoor hebben gezorgd dat die slaapmug mevrouw Suikerspin prikte. Ja, en nu hebben zij ook nog eens het medicijn. De wakkerwordenplant. Wat moeten we nou doen? Ik heb een plan. Huh? Luister. Zo. Kijk eens wie we daar hebben. Jullie hebben gewonnen. Het enige plantje om mevrouw Suikerspin uit haar slaap te halen, hebben jullie. Precies, muizenmeisje. Dus, we willen jullie wat voorstellen. Oh, en dat is? Ja, en dat is? Als jullie mevrouw Suikerspin wakker maken, beloven wij dat jullie nooit meer hoeven te werken. Ja. Wij zullen al het werk doen in het park en jullie zijn de baas. Mm-hmm. Dan worden jullie slapend rijk. En jij bent het daarmee eens? Ja, zeker wel. Alles om mevrouw Suikerspin wakker te krijgen. Wat denk jij? Nou, slapend rijk worden, baas. Dat bevalt me nou. Goed dan. Akkoord. Akkoord. En laten wij nu, als de wiede weer gaan weggaan uit deze jungle. Ja. Ik krijg jeuk van al die planten. Kibbel. Kom mee. Koffers. Zo,
daar zijn we weer. Ja. En toch voelt het anders. Ja. Hoezo? Nou, de vorige keer dat ik hier was, voelde ik me boef. En nu dan? En nu voel ik mij de baas. Ja. Zo te horen ligt mevrouw Suikerspin nog te slapen. Kom, we moeten haar wakker maken. Rustig, muizenmeisje. Ik denk dat jullie eerst maar even een showtje moeten spelen, hè? Ja, want de poort gaat zo open, hè? Ja, maar u had het beloofd. Ja. Goed. Goed. Ik laat die suikerspin, die maak ik wakker. En nu, aan het werk. Oh, oké. Dat is niet eerlijk. Hop, hop. Hop, 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 hop. Aan het werk. En wij? Gaan we dat nu mevrouw Suikerspin wakker maken? Nee. Wij? Wie zijn, wij? Jij? Huh? En hij? Huh? En ik? Ach, meneer Kaasgraaf, er is geen wij. Kijk, wij zijn hier de baas. En u heeft niets te willen. Nee. Dus pak een bezem en ga vegen. Ja, aan het werk. Hop, hop. Doei. Hop, 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 hop. Het is allemaal mijn schuld. Wel, nee. Jij kon toch ook niet weten dat de boeven zo gemeen zijn? Boeven houden zich nooit aan hun afspraak. Als die stomme mug nou maar nooit had geprikt. Wacht eens, die mug. Die hadden de boeven niet bij zich in de jungle. Klopt. Dus die moet nog ergens hier in het park zijn. Ja? Ze hebben hem vast ergens verstopt. Kom mee, dan gaan we hem zoeken. Oké, goed idee, Jules. Ach, wat een zwaar leven heb je toch als baas, hè? Ik word er moe van. Nou, ik ook, baas. Ik ga ook maar eens even lekker een dutje doen. Trusten. Oh, mevrouw Suikerspin. U bent nu al een hele tijd in slaap. Ik mis u wel een beetje. Uw vrolijke glimlach. Uw zoete geur van suikerspin. Oh, en dan de manier waarop u uw suikerspinnetjes verkocht, hè? Dag, lieverd. Lust jij je suikerspin? Welke smaak? Banaan? Oh, nou, mevrouw Suikerspin maakt speciaal voor jou een suikerspin. Kijk eens, alsjeblieft, een Maar dat zijn de slaapmuggen. Meneer Kaasgraaf, u heeft ze gevonden. De slaapmuggen. Ik geloof het wel, ja. Ik denk dat de boeven nu wel willen luisteren. Prikkie. Wie is daar? Prikkie! Zochten jullie deze soms? En zochten jullie deze soms? Huh? Eerlijk oversteken. Wij krijgen de plant en jullie de muggen. Ja. En dan? Dan verdwijnen jullie uit de toren. Ja. Ach, volgens mij zijn wij hier nog steeds de baas. Ja, geef die plant. Wat anders? Anders laat ik deze muggen los. En dan zien we wel wie er geprikt wordt. Maar volgens mij hebben wij dan nog steeds dit plantje. En maken we onszelf weer wakker. Beetje dom, meneertje Kaasschaaf. Ja, beetje dom, meneertje Schaafkaas. Nou, weet je wat? Kom jij maar terug als jij een beter voorstel hebt. Karel! En neem die muggen maar mee. Die hebben we toch niet meer nodig. Je hebt gelijk. Dan krijgen jullie van ons deze suikerspinnen om de overwinning te vieren. Jo, nou dat is aardig, Schaafkaas. Oh, lekker! Een kik banaan. Oh, dat is mijn lievelings.
Oh, nu weet ik het niet meer. Oh, mevrouw Suikerspin blijft voor altijd slapen. Huh? Huh? Waarom lacht u nou? Ons plan is toch mislukt? Mislukt? Nee hoor. Nee? Maar de boeven hebben nog steeds de plant. Klopt. En wij hebben nog steeds die muggen. Fout. Hè? Ik heb de muggen daar achtergelaten. Huh? En per ongeluk heb ik een dekseltje opengedraaid. Oh. En zij hebben nog steeds die suikerspin met bananensmaak. Ja. En als zij straks in slaap vallen, dan is er niemand om ze wakker te maken. Beetje dom, meneertje Kaasschaaf. Ja. Wat is dat? Oh, Prikkie. Ben je daar eindelijk? Prikkie? Oh nee, help. Dat zijn die slaapmuggen. Het is nu eindelijk het moment. Snel, maak haar wakker. Toe. We zijn heel blij dat u weer wakker bent. Ja! Zo! De politie kan deze slaapkoppen elk moment komen ophalen. Ja. En wat doen we hiermee? Ah, daar zijn ze weer. Ik zei al tegen die boeven dat ze slaapverwekkend zouden zijn. Goed om u weer terug te zien. Oh, dat vind ik ook, meneer Kaasgraaf. Nou, tot morgen dan maar. Ja, gaat u zich dan niet verslapen? Nee. Ik heb een wekker. En anders... En anders mag u mee wel een keer wakker kus. Ik bedoel... Bedankt voor uw hulp, meneer Kaasgraaf. U bent lief. Helemaal alleen. Dus ik zoek tussen de bomen naar mijn eigen Jungle Jane. Dan hoor ik in de verte, ik word gewurgd door een slang. Dus ik brul vanuit mijn tenen. Ah! En ik krijg een zoentje op mijn wang. Er bloedt van alles in de jungle, dus kom mee, dan zul je zien. Al die schitterende kleuren en let op, want bovendien bloeit er ook liefde bij mevrouwtje Suikerspin. Zij wil met
meneer Kaasschaap in hotel, hotel, hotel Jungle Inn. Jungle Inn. Ik swinger door de jungle aan een stevige liaan. En mijn dappere meneer Kaasschaap zwiept dan stoer achter mij aan. Als we landen op een boomtak zeg ik, oh, ik ben zo bang. En dan brult hij net als Tarzan. En dan geef ik hem een zoentje op zijn wang. Er broedt van alles in de jungle, dus kom mee, dan zul je zien. Al die schitterende kleuren en net op van bovendien. Broedt er ook liefde bij mevrouwtje Suikerspin. Zij wil met meneer Kaasschaap in hotel, hotel, hotel Jungle Inn. Jungle Inn. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familiepretpark Julianentoren en Koninklijke Burgers Zoo.